We hebben wel eens een testje gedaan, gooiden we kippenbouten in drugsafval en dat smelt helemaal weg. Dat is een kleine verzameling van bepaalde pillen en MDMA. Want dit zijn ook de pillen die jij produceert? Ja. Los van dat het altijd afhangt van hoe je het gebruikt, met wie je het gebruikt, wanneer, et cetera, denk ik dat het eigenlijk helemaal niet zo heel schadelijk is. Leuk dat je kijkt. Je denkt misschien, jeetje, weer een serie over ecstasy. Moet dat nou? Ik ken deze drugs inmiddels van binnen en van buiten. Maar we hebben deze keer echt iets te bespreken. Wat heb je? Het is namelijk geen geheim dat ons kikkerlandje een reus is in de illegale productie en export van ecstasy. Maar ook in het gebruik van het middel. Ruim 1 miljoen mensen in Nederland heeft wel eens ecstasy gebruikt. Hey, ga je lekker? Wat ga je nog doen? Flink aan mijn pan zijn. Je kan dus wel stellen dat ecstasy op verschillende manieren verweven is met onze maatschappij. Het CDA maakt zich grote zorgen over de toename van het gebruik van drugs in het uitgaanscircuit. Uitgaansdrugs zijn gevaarlijk en zeker dat geldt het ook voor ecstasy. Maar we moeten het bij de gebruiker, moeten het rigoureus aanpakken. En dat een miljardenbusiness is opgezet in Nederland, dat is werkelijk verschrikkelijk. Misschien ben ik verpest door spuiten en slikken of het Amsterdamse nachtleven, maar persoonlijk ken ik ecstasy niet als de grote boosdoener, zoals er doorgaans over gesproken wordt in de media of politiek. Hoe kan het dat ecstasy zo'n slecht imago heeft? En is dit imago eigenlijk wel een eerlijke weergave van de werkelijkheid? Voordat ik mijn zoektocht begin, gaan we eventjes terug naar de zomer van 2013. Het jaar dat ik voor het eerst ecstasy zou doen. Via via waren we aan een pilletje gekomen en ik loog tegen mijn ouders dat ik bij een vriendin zou slapen. En op zich was dat niet helemaal gelogen, want ik was wel degelijk bij die vriendin. Maar slapen deden we die nacht zeker niet. In mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten, de tijd ik langzaam door, slapeloze nachten. Ik weet niet precies wat ik van mijn allereerste keer ecstasy had verwacht, maar het was alles behalve wat ik die avond meemaakte. En dat komt misschien omdat ik niet zo heel veel van ecstasy wist. Niet dat het mij tegenhield. Ik had er namelijk al over gelezen en mijn nieuwsgierigheid werd geprikkeld door de bestseller Afblijven. Ik voel vlinders voor jou. Ze vliegen rond in mijn buik naar beneden. Oh, ik was totaal verliefd op Jordi. En Melissa, die gaat ecstasy slikken in het boek. En dat doet ze om beter te kunnen dansen tijdens haar audities. Ben je zenuwachtig? Vraagt Jim. Ja, zegt Melissa. In dat geval heb ik misschien wel wat voor je. Jim doet zijn hand open. Melissa kijkt ernaar. En in zijn hand ziet ze een ecstasypil. Het verhaal gaat ook verder, want Melissa krijgt de rol in de clip. Ze mag voor brainpower dansen. Alleen, dat betekent ook dat ze meer ecstasy gaat nemen. Omdat ze die ecstasy nodig heeft om goed te dansen. En daar krijgt ze ruzie over. Kun je wel dansen met die troep? Ik kan niet dansen zonder die troep. Nee, dat geloof ik niet. Toen met die auditie, toen... Dat heb ik ook gebruikt. Jij moet stoppen met die pillen. Die troep is gevaarlijk. Je kunt eraan doodgaan. Dan komt er op een gegeven moment een moment dat Melissa uitgaat naar Club Florida. En in die club slikt ze nog een keer ecstasy. Alleen is dit wel een pil die iets minder goed valt dan de eerdere. Dit is Melissa. Ken je haar? Ja. Luister, het gaat heel slecht met haar. Ze moet onmiddellijk naar het ziekenhuis. Er zat vergif in die pillen, zegt Jordi. Een ander meisje is eraan dood gegaan vannacht. En de kans is groot dat ook Melissa het niet haalt. Het gevoel wat ik overhoud aan het lezen en het zien van deze film Afblijven, is dat ecstasy gewoon eigenlijk het meest kwaadaardige middel ter wereld is. Die beeldvorming is dus best wel sterk. Je kent namelijk vast wel van dit soort berichten. Er is in de tussentijd zoveel gezegd en gebeurd rondom ecstasy, dat ik het met mijn kloppende geschiedenishart wel in een tijdlijn moest zetten. Even alle feiten op een rij. Het begint allemaal in 1912. De Duitse geneesmiddelenfabrikant E-Merk is op zoek naar een nieuw medicijn en ontdekt tijdens dit proces per ongeluk de stof MDMA. Er wordt een hele lange tijd niks mee gedaan, totdat in de jaren 60 de Amerikaanse onderzoeker Alexander Shulgin een nieuwe methode ontwikkelt voor het produceren van MDMA. He's known as the godfather of ecstasy.
MDMA wordt op dit moment eigenlijk alleen gebruikt voor therapieën. Totdat eind jaren 70 een groepje chemici uit Californië een illegaal lab opzet met als doel om MDMA als middel op de markt te brengen. Ze vinden alleen de naam MDMA niet zo lekker bekken, dus bedenken ze een nieuwe. Eentje die precies aansluit bij het gevoel van het middel. Ecstasy. Ecstasy vliegt binnen no time de hele wereld over. Van het hippieparadijs Goa tot Ibiza. De nieuwe partydrug is een ongekende hit. En dan belandt het ook in Nederland. In 1987, om precies te zijn. En ook hier gaan we compleet los op ecstasy tijdens de housefeesten. Ja, het feest was maar voor korte duur, want in 1988 wordt MDMA op lijst 1 van de opiumwet geplaatst. Naast alle andere harddrugs als cocaïne en heroïne. De overheid is namelijk bang voor grootschalige handel en productie. De Nederlandse politie controleert eind jaren 80 op verboden middelen als heroïne en cocaïne. Maar de razendsnelle opkomst van de nieuwe drug ecstasy stelt de dienders voor een probleem. Pas onder druk van het buitenland wordt de stof verboden. En op zich is er niks mis met die zelfkennis. Want als Nederlanders iets goed kunnen, dan is het handelen. Het duurt dus ook niet lang, zo'n kleine 12 jaar. En Nederland groeit uit tot een van de grootste producenten en exporteurs van ecstasy. Door naar 2011. Er wordt opnieuw gekeken naar de plek van MDMA, oftewel ecstasy, op de opiumlijst. De onderzoekers concluderen het volgende. MDMA als middel is misschien niet zo schadelijk als we aanvankelijk dachten. Maar de illegale productie ervan zorgt voor zoveel drugscriminaliteit. En dat schaadt dan weer het internationale imago van Nederland. Dus pleiten ze ervoor om MDMA te laten staan op lijst 1. Naast alle andere harddrugs. Maar in de jaren die volgen komen er ook tegengeluiden. Zo wordt er naar aanleiding van de actie van Spuiten en Slikken in 2015 één pil te veel maakt nog geen crimineel, een debat gestart in de Tweede Kamer. Eerder dit jaar stelde ik hier in de Kamer de vraag wat nou eigenlijk de gevaren zijn bij het gebruik van ecstasy. En vrijwel niemand van de beleidsmakers, politieke mastodonten of andere zetelvullers hier uit deze Kamer wist mij een fatsoenlijk antwoord te geven. Zowel GroenLinks als D66 dienen een motie in waarin ze vragen of er onderzocht kan worden of ecstasy kan worden gelabeld als softdruk. Het kabinet voelt hier weinig voor. Nee, voorzitter. De regering heeft een heel helder beleid. Harddrugs worden niet getolereerd, zijn gevaarlijk, staan ook niet voor niks op lijst 1. Daar oordelen specialisten over. Dat verzint de regering niet. Dat wordt aan de hand van een hele analyse worden bepaalde producten toegevoegd aan lijst 1 van de opiumwet. En er is dus geen enkele aanleiding om dan te zeggen het moet anders. In 2020 lanceert D66 een drugsmanifest. Hierin vragen ze aan de overheid of ze de regulering van drugs opnieuw willen onderzoeken. Het manifest wordt ondertekend door experts, verslavingsartsen en Peter R. de Vries. Ik ben voor, omdat het drugsbeleid tot nu toe een falikante, peperdure mislukking is geweest die miljarden heeft gekost en die ons alleen maar ellende heeft opgeleverd. Maar dan, in 2021 wil regeringspartij CDA een hele andere kant op met het drugsbeleid. Ze willen juist af van de drugsnormalisatie en mensen met een gebruikershoeveelheid drugs op zak straffen, straffen en nog eens straffen. En niet alleen het CDA vindt dit. Ook onze minister-president heeft zijn buik er vol van. Zo zei Mark Rutte in een interview met Vice het volgende. Dit is echt zulke goor rotzooi, daar gaan we natuurlijk nooit iets aan doen. Die idioten die dat doen, die houden dus ook het systeem in stand. Ja, we houden dan wel iets in stand, maar we hebben ook niet echt een alternatief. Behalve dan ecstasy niet gebruiken. Want het is een harddrug. Dus het is schadelijk voor je en verslavend. En het is slecht voor je lijf en je leven en je toekomst. En het staat niets voor niets op lijst 1. Maar hoort ecstasy daar nou eigenlijk wel thuis? We leggen deze vraag voor aan 3 experts. Melissa Hoekholt doet onderzoek naar trends binnen drugsgebruik in Nederland. Kai Hollemans weet alles van wet en regelgeving rondom drugs. En Judith Nooyen is verslavingsexpert bij Jelinek. Ik stel ze de vraag, rangschik deze drugs van meest naar minst schadelijk? De sigaretten. Dan leggen we deze hier. Alcohol die aan het doodslaan is. Dan de coca. Speed. Cannabis. En de paddo's. Op basis waarvan heb je deze drugs gerankt? Op de giftigheid van het middel, op lange of korte termijn.
op basis van de maatschappelijke schade. Is het schadelijk voor het individu, voor de persoon die dat middel gebruikt? Eigenlijk zowel op basis van schade voor de gezondheid als schade voor de samenleving. En dat is ook eigenlijk precies de reden waarom bepaalde middelen wel of niet op de opiumwet worden geplaatst. Ik heb nog een drugs voor je, namelijk ecstasy, MDMA. Ja. En ik wil jou vragen of je deze ertussen wil leggen. Ja, puur qua schadelijkheid, lichamelijke schadelijkheid, lijkt ook toch wel vergeleken met andere middelen best wel mee te vallen. Kans op verslaving is echt heel klein. We zien echt heel weinig mensen, tot bijna geen mensen die daarmee bijvoorbeeld hulp gaan zoeken met de verslaving aan MDMA of ecstasy. Dus ik zou hem een beetje in het midden plaatsen. Als ik ecstasy hier tussen moet plaatsen, dan is dat best wel makkelijk. Dan komt hij gewoon lekker hier, net naar de paddo's. Als ik hem zo, gaan de paddo's helemaal naar beneden en dan komt ecstasy hier. Best wel, denk ik, voor sommige mensen een verrassende plek. Ja? En waarom denk je dat? Als je ziet dat hij wel op lijst 1 staat tussen bijvoorbeeld amfetamine en cocaïne, die toch een stuk hoger scoren. Hoe schadelijk is ecstasy? Los van dat het altijd afhangt van hoe je het gebruikt, met wie je het gebruikt, wanneer, et cetera. Drugs set en setting, denk ik dat het eigenlijk helemaal niet zo heel schadelijk is. Ik ga niet zeggen dat het risicoloos is, want natuurlijk zijn er wel incidenten met ecstasy, maar dat gaat om enkele tientallen incidenten per jaar. Wat we weten is dat het echt niet een 100% veilige stof is en je ook echt na één ecstasypil ziek kan worden en voor sommige mensen zelfs echt ernstige klachten kunt krijgen. Maar paardrijden gaan jaarlijks 10 mensen dood en ongeveer 100 mensen raken zwaar gewond. Per jaar gaan minder mensen, zijn er ecstasy gerelateerde incidenten. Dus, maar er is tegelijkertijd niemand die gaat zeggen laten we paardrijden verbieden. Waarom staat ecstasy dan ook op lijst 1? Ik denk dat het vooral te maken heeft met het feit dat de productie van ecstasy, daar zit heel veel problemen. Dat gaat gepaard met een hoop geweld, er is heel veel criminaliteit bij, omdat het zo lucratief is en eenvoudig te maken. Maar als je daar dan een beetje in verdiept, lijkt het erop dat vooral overwegingen die te maken hebben met criminaliteit, met we zijn natuurlijk toch wel ook wel een groot producerend land als het over ecstasy gaat. Dat brengt weer allerlei problemen met zich mee. Dat vooral zwaar heeft meegewogen om ecstasy zo eigenlijk dus hoog te plaatsen als je kijkt op het gebied van beleid. Nog even wat harde cijfers. De meest recente komen uit 2017 en in dat jaar overleden er 22.000 mensen aan de gevolgen van alcohol en tabak. Dat zijn 60 mensen per dag. En in datzelfde jaar overleden er 6 mensen aan ecstasy. Maar elke ecstasy-dode is er 1 te veel. Laat daarom altijd je pil testen en jezelf goed voorlichten. Als je gebruikt, gebruik verstandig. Het is dus niet de ecstasy zelf, maar de criminaliteit en industrie erachter wat een pilletje zo schadelijk maakt. We hebben behoefte aan een verstandig alternatief. Een keuze. Eentje die ons niet dwingt bij te dragen aan de criminele industrie. Eentje die rekening houdt met de natuur en eentje die waarborgt dat je als ecstasy-liefhebber weet wat er in je pil zit. Een duurzame ecstasy-pil dus. Om de overheid alvast een handje op weg te helpen, begin ik. En dat doe ik in de komende afleveringen, want ik ga proberen mijn eigen duurzame ecstasy-pil te maken. Volgende keer in MDMA zoek ik uit wat een duurzame ecstasypil jou oplevert. Ik wil maar één ding. Het afval niet hier bij ons in de natuur. Nou, het zou natuurlijk opleveren dat je precies kan reguleren hoeveel MDMA er in de pil zit. Geen vervuilingen meer. Hier zitten 12 stempels in. En die kan dus ook 36.000 pillen grofweg per uur draaien. Dus 36.000 per uur?